naar deze nieuwe video. Het is vandaag de dag dat ik mijn koffer ga inpakken. Ik zeg alvast sorry voor hoe ik erbij zit. Ik loop echt te zweten, maar het is vandaag vrijdag 12 augustus. Het is 31 graden en het is bloedheet in mijn kamer. En ik moet mijn koffer inpakken. Ik heb gelukkig wel gisteren alles al bij elkaar gepakt, dus ik hoef het alleen nog maar netjes en goed in mijn koffer te doen. Ik had dus echt een heel erg leuk idee voor deze video om alle outfitjes die ik heb bedacht aan te trekken voor jullie. Zodat jullie van tevoren konden zien hoe de outfitjes stonden en dan in mijn koffer te doen. Alleen ik heb het zo heet. Ik ga echt niet 25 outfitjes aan en uittrekken. Dus sorry, maar in mijn Ibiza vlogs kan je natuurlijk gewoon alle outfits zien die ik aantrek. En ik wil eigenlijk ook allemaal van die TikToks maken en zo. Dat lijkt me wel heel erg leuk met outfitjes van overdag en avond. Want ik vlieg namelijk over 2 dagen met die mee naar Ibiza. Ik heb er echt super veel zin in. Zondagochtend vliegen we. Ik heb het zo heet, jongens. Het is echt niet normaal gewoon. We gaan 8 dagen. We gaan met z'n 8e. Echt onwijs veel zin in. En ik heb het geluk dat ik heb gekozen voor een eigen koffer. Dus ik heb een grote koffer. En ik heb een kleine trolley die ik helemaal kan inpakken met al mijn zooi. En daar ga ik het goed van nemen. Ik weet niet of je het al kan zien, maar deze hele koffer zit al vol met kleding. Wat dus allemaal mee moet. Er is nu nog een wasje aan het draaien. Daar zitten nog wat spijkerbroekjes in. En er is nog een pakketje onderweg met een nieuwe hoed. Maar verder heb ik zo goed als alles eigenlijk wel. Dus ik ga dat vandaag lekker met jullie inpakken. Ik zal wel gewoon laten zien wat ik allemaal meeneem. Welke outfitjes en zo. Maar ik ga het dus niet allemaal helemaal aantrekken. Sorry, maar ik denk dat jullie het wel begrijpen. Ik zit hier ook zonder broek met alleen een t-shirt. Omdat ik het zo heet heb. Mijn make-up zit ook overal nergens. Maar goed, laten we snel beginnen met het inpakken van mijn koffer. Okay, ik twijfel dus een heel klein beetje hoe ik het ga doen. Want ik heb dus een grote koffer en dus een kleintje. Je hebt nu natuurlijk op Schiphol dat kofferdrama. Met dat je koffer kwijt kan raken en bla bla bla. Maar als het goed is kan ik de AirTag van Rowan meenemen. Dus ik denk dat ik mijn meeste kleding gewoon in mijn handbagage ga proppen. En dan alle accessoires en zo in de grote koffer doen. Omdat dat is gewoon allemaal zoveel zwaarder. En met mijn grote koffer heb ik natuurlijk meer gewicht. Dus ik denk dat ik ga beginnen met mijn trolley. Dus dan gaat deze koffer eventjes aan de kant. En dan ga ik proberen hier al mijn kleding in te krijgen. Ik denk dat het nog wel een klusje wordt. Maar gelukkig is zomerkleding. Dus allemaal dunne dingetjes. Dus ik ga jullie denk ik gewoon zo naar beneden zetten. Oké, ik ga eventjes beginnen met de outfits voor overdag. Ik zeg het alvast. Ik ga 8 dagen. Maar ik neem echt heel veel outfits mee. Omdat ik gewoon weet dat iedereen daar wat van elkaar gaat lenen. Dus ja, ik ben gewoon goed voorbereid. Ik neem allereerst dit topje mee. Met deze broek eronder. Deze lange broek van de Zara. En daar doe ik dan deze roze baju bikini onder. Zo. Met dit broekje. Dus dat is een outfitje. Ik heb er allemaal outfits in mijn hoofd gedacht. Dus dat ga ik ook laten zien. De bikini zoek ik wel in mijn grote koffer erbij. Maar dit gaat lekker hierin. Ik rol het lekker als een sausijsje op. Ik weet niet. Ik rol eigenlijk heel vaak al mijn kleding gewoon op. Omdat ik dat gewoon chill vind. Soms ook niet hoor. Soms gooi ik het er gewoon in. Net zoals dit. Ga ik dit wel oprollen? Nee, dit kan wel zo hierop. Zo. Dan heb ik hier een extra jurkje. Deze is van Naked. Daar heb ik niet echt een outfit mee bedacht. Maar ik dacht gewoon chill om mee te nemen. Ik ga ook gelijk even overal alle kaartjes van aftrekken. Gewoon een leuk gehaakt jurkje. Misschien een beetje te warm. Maar goed, daar komen we vanzelf wel achter. Dan heb ik een heel erg leuk kimonootje van mijn moeder gejat. Die had ze thuis hangen. Toen zei ik, ga je die meenemen op vakantie? Ze zei, nee. Dus die neem ik mee. Dat is deze. Maar ik heb dus een badpak van Gooseberry. Deze gele. Die is nieuw. Een beetje geel-goud. En dat is dus precies dezelfde kleur als die hier onderin zit. Dus ik vond dat wel heel erg leuk matchen als outfit. Dus die gaat ook mee. Daar zit ook zo'n ceintuurtje bij. Dus die moet ook erbij. Dan even kijken hoor. Wat allemaal voor overdag is. Dan heb ik dit hele leuke outfitje. Dat is deze bikini van Bayou. Met zo'n bandeau top. En dan dit broekje. Ik had dus eerst een broekje met dat ringetje. Maar ik weet niet, ik vond die niet heel erg chill zitten. Dus ik heb eventjes een normaal broekje ervoor bij besteld. En dan daaroverheen heb ik deze blouse met korte mouwen. Van de Zara. Dat vond ik wel heel erg leuk qua kleuren zo. En dan met spijkerbroekje erbij. Maar die zit dus in de was. Dus die kan ik er nog niet in doen. Maar die komt er dus wel aan. Ik
ga gewoon proberen de ene kant voor mijn avondoutfitjes en de andere kant voor mijn overdag outfitjes. Want dan zou het moeten passen, denk ik. Dan heb ik van Naked een heel erg leuk jurkje. En ik dacht dat is leuk met een zwarte vioren bikini eronder. Maar die ligt bij Biba, dus die neemt zij mee. Het is een jurkje van Naked die dus helemaal doorschijnt. Hij stond echt best wel mooi, vond ik. Dus die ga ik ook lekker meenemen. Dan, hier heb ik niet echt een outfit mee bedacht. Maar ik dacht altijd lekker om gewoon een t-shirtje mee te nemen. Dus ik neem deze mee van Le Cap Noir. Dat vind ik wel leuk met die kleurtjes. Lekker Ibiza. Ik wil even oprollen in dit kleurtje. Dan ook nog als extra topje heb ik deze mee van de Zara. Gewoon leuk met een spijkerbroekje of zo, dacht ik. Dan dit outfitje. En dit kan met een spijkerbroekje of met dit broekje. Maar is in ieder geval dit stoffen broekje van de Pull&Bear. En hier zit dus een beetje een rood kleurtje in. En daar heb ik dus deze bikini van Gooseberry bij. Want dat is dus precies dezelfde rode kleur. Dat vond ik wel heel erg leuk. En ik heb ook een hoed van Old Habits Die Hard. En dat is dus ook diezelfde kleur. Dus dit vond ik wel echt heel erg leuk. Dus dit broekje gaat ook lekker mee. Dan iets wat veel te warm is. Maar ik dacht, vind ik wel leuk voor een fotootje of zo. Of weet ik het wat. Dit topje van Chiquelle. Heeft wel lange mouwen, maar is wel helemaal gehaakt. Dus op zich valt dat misschien nog mee, maar ik denk wel dat het erg heet gaat zijn. Eerlijk gezegd. Oh, hij is ook best wel groot. Nou, als het niet past, dan haal ik die eruit zo meteen. Maar ik denk dat het wel moet passen. Dan een outfitje die ik op Zakynthos ook aan had. Dat is dit topje van Chiquelle. Die loopt dan heel erg mooi zo in je nek. Blauw. En dan met deze linnen rok eronder van de Zara. Die vond ik wel echt heel erg aandoenlijk. Maar die kan je natuurlijk ook gewoon leuk dragen met een badpakje of zo. Die rok. Oh, en daar heb ik dan voor daaronder. En voor daaronder heb ik dan deze bikini van Bayou in het blauw. Die doe ik dan daaronder. Vind ik wel leuk, dat blauw met dat blauwe. Dan heb ik een heel erg leuk setje. Ik denk dat heel veel mensen dit ook niet leuk vinden. Maar dit is dus een sarong. En dan daarbij heb je dus een kimono. Nou, deze hoort er niet per se bij, maar dat zag ik op de foto en vond ik zo leuk. Deze. Dus die neem ik ook mee. En dan doe ik er een zwarte bikini van Fiore onder. Alleen die moet ik nog eventjes ophalen bij mijn vader thuis. Want de voorraad ligt bij mijn vader. Dus dat moet ik daar even halen. Maar dit vond ik ook wel heel erg leuk om mee te nemen. En aan te trekken natuurlijk. Vond ik ook wel iets Ibiza-achtigs hebben. Dan heb ik dit outfitje en dan ook weer met een leuke hoed erbij. Dat is dit broekje van de Zara. Ik vond dat kant heel erg leuk. Zo. En dan deze bikini van Gooseberry die ik net liet zien. Ook in het bruine kleurtje erbij. Zo te zweten. Het is niet normaal heet gewoon. Maar oké. Okay. Dan heb ik nog een Bayou jurkje. Die erbij komt. Maar die zit in de was. Dan heb ik nog dit jurkje van de Zara. Maar die kan op zich voor avond en overdag. Dus dat maakt niet heel erg veel uit. Maar ik denk dat ik meer overdag zou gaan dragen, denk ik. Dat was volgens mij allemaal wel een beetje voor overdag. Ik heb nog wel heel veel extra bikinis, vooral heel veel Fiore bikinis bij me. En badpakken. Dus ik heb gewoon echt... Ik zal zo meteen nog wel even alle bikinis en badpakken en dingen laten zien die ik meeneem. Voor mijn gevoel vergeet ik echt een paar outfitjes voor overdag. Misschien dat ik straks nog even kijk, maar ik denk op zich wel dat ik genoeg moet hebben. Dus dan gaan we nu door naar de outfitjes voor de avond. En die ga ik aan de andere kant stoppen. Aan deze kant. Deze even dicht doen. Oké, om te beginnen heb ik dit jurkje van de Zara. Deze vind ik zo leuk. Met van dat kant. Helemaal geweldig. En die heb ik dan in mijn hoofd met mijn Toral laars eronder. En dan mijn blauwe chapmustas. Dus ja, ook die laars gaan mee. Maar dit is dus één outfitje. Dan heb ik dit hele leuke korsettopje. Die wil ik dan met een spijkerbroekje aan doen. Er zitten drie spijkerbroekjes in de was. Dus dat moet goed komen. Maar deze. En dan dacht ik heel erg leuk met mijn zebra laarzen eronder. En dan een gekleurd oorbelletje of een gekleurd tasje of iets. Leek me heel erg leuk. Het kaartje ga ik weer afhalen. Dan heb ik nog een outfit met een korsettopje. Ik dacht leuk voor als we uitgaan met dit zwarte broekje van de Zara. Gewoon chill stoffen. Korte broekje. En dan deze korsettop. Deze, die vind ik ook zo mooi. Een beetje een soort paramour kleurtje of zo. Vond ik wel heel erg leuk met dat zwarte. En dan doe ik er met uitgaan of zo gewoon
alstartjes onder. Maar ik dacht wel heel erg leuk met een glittertasje of zo erbij. Dus dat is die. Dan weer een corsettopje. En deze ga ik ook weer aantrekken met een spijkerbroek. Dit is een zwart corsettopje. En ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk met deze Old Habits Die Hard hoed. En dan mijn Isabel Marant's laarsjes eronder. Als outfitje. Dat leek me wel heel erg leuk. Die gaat lekker mee. Dan kan je lekker makkelijk klein opvouwen. Heerlijk. Oh, ik heb trouwens voor overdag. Grapje. Heb ik nog deze hele lange jurk van de Zara. Kijk. Die is echt tot aan de grond gewoon. Die vind ik echt geweldig. Dus die gaat ook mee. Maar ik denk dat ik die eventjes aan deze kant doe. Want ik denk niet dat die aan de andere kant nog erbij past. Deze jurk kan op zich ook wel voor de avond. Maar ik vind dit leuker, denk ik, voor overdag. Oeh, als dit niet past, moet ik deze misschien eventjes in mijn grote koffer erbij doen. Maar voor nu leg ik hem eventjes hierachter neer. Dan heb ik echt een superleuk pakje van Most Wanted. Ik zag dit bij het Noah op haar Insta. En Most Wanted verzendt altijd echt super snel. Dus ik dacht, oh mijn god, als ik het nog snel bestel, dan is het sowieso op tijd voor Ibiza. Nou, dat is. Heel erg leuk. Dit is een lange broek in een groen kleurtje. En daarbij zit dan zo'n wikkeltop voor om je borststenen en dan zeg maar om je hoofd. Of om je hoofd, om je nek. Echt heel erg leuk vind ik deze ook. Dus die gaat ook lekker mee als avondoutfitje. Dan heb ik hier een outfit met een rokje van de Zara. Het lijkt gewoon een heel simpel zwart rokje. Maar er zit dus van die touwtjes omheen die je dus om je buik kan doen. Wat echt heel erg mooi eruit ziet. En ik dacht, dat vind ik wel leuk met een zwarte bandeau top erop. En dan groene hakken en dan mijn groene tas. Balenciaga tas. Maar die groene hakken en tas en zo zou ik zo meteen nog wel eventjes aan jullie laten zien. Dan heb ik bij Opolly echt een geweldige jurk besteld. En ik hoop dat die nog past. Want toen ik hem kocht was hij al iets te groot. En ik ben iets afgevallen. Dus ik hoop het. Maar je kan het niet echt heel goed zien. Maar dit zit dan zo om je nek. En dan heb je hier zo'n mooi bij je borsten. Is die open bij je buik. En dan, ja, ik vind het gewoon ook echt een prachtige kleur voor de zomer. Dus die gaat ook lekker mee. Voor als we een avondje uitgaan. Dan heb ik nog even een extra topje gewoon. Voor als mensen weer dingen willen lenen. Deze blauwe van de Zara. Ook echt mooi als je lekker bruin bent. Dan heb ik hier ook nog een extra topje wat gewoon eigenlijk altijd wel kan. Dat is zo'n wikkeltopje van de Zara. Een zwarte gewoon. Ik dacht, ja, dat is altijd al prima. Kan ook eventueel nog overdag of zo, weet je. Dus het maakt niet zo uit. Dan heb ik echt een hysterisch topje. Maar ik dacht wel leuk op dat zwarte broekrokje van net. Deze. Ook van de Zara. Dan heb ik hier een jurkje van Naked. En ik weet niet of ik dit ga dragen. Maar ik dacht, weet je, ik neem het gewoon mee als ik de ruimte ervoor heb. Stel dat al die meiden opeens in extreme jurkjes gaan en ik heb dat niet bij me. Dat vind ik gewoon jammer. Maar het is dus een jurkje van de Victoria Waldau. Ja, ik weet niet hoe. Oh nee, een grapje van de Josephine collectie. Met allemaal pailletten. Ja, ik dacht, stel dat we een gekke avond hebben, dan heb ik in ieder geval ook iets geks bij me. Altijd handig. En dan heb ik nog drie jurkjes. Ik denk dat ik die rode misschien toch wel thuis laat. Ik denk dat ik dit toch niet ga dragen. Ja, die laat ik thuis. Hoppakee. Ja, deze van Opolly gaat wel mee, deze blauwe. Heel erg leuk. Die had ik vorig jaar ook mee naar Split. Daarna echt nooit meer gedragen. Dus nu is de tijd om het weer te dragen. En gewoon een heel simpel zwart strak jurkje van Chiquel. Maar dan kan je dus in je nek kan je hem ook zo strikken. Vind ik echt heel erg mooi staan. Sommige dingen heb ik ook nog niet bedacht hoor. Hoe ik het ga stylen en ga dragen. Maar ik dacht ja, dat komt op zich daar ook wel. Als ik maar genoeg bij me heb. Dan heb ik nog een heel erg gaaf topje. Ik dacht misschien leuk voor Elro. Want we gaan dus naar Elro. In Ushuaia. Dat is dus dit topje. Ik weet niet hoe ik deze ga stylen. Ik denk gewoon met een kort broekje of zo. Ik heb geen idee. Maar ik wil hem gewoon meenemen. Want wie weet. Die leg ik hier neer. En dan als laatste, als chillen, nog dit korte broekje. Hier leef ik soms echt in op vakantie. Maar dit is meer voor overdag. Dus ik ga het aan deze kant erbij doen. Dan heb ik natuurlijk alleen nog mijn spijkerbroekjes die erbij komen. Ik wil eigenlijk nog even een blouseje of zo. Wat ik lekker ergens overheen kan gooien, erbij doen. En ik denk dat dat qua kleding het wel was. Voor mijn gevoel is het zo weinig. Maar waarschijnlijk is het zo veel te veel. Maar goed. Ik passeer deze even aan de kant. Zo.
En dan gaan we door met de bikinis, accessoires en dat soort dingetjes die ik meeneem. Ik neem dus ook 4 hoeden mee, dus ik hoop dat dat ook echt gaat passen. Maar dat ga ik allemaal met een grote koffer doen. Er zitten nu wel nog 2 handdoeken in de was. Die ga ik zo meteen even in het zonnetje hangen, want die kan ik dan onderin leggen. Zeg maar. Dat doe ik eigenlijk altijd als ik dingen meeneem. Dus dan kan ik daar ook een beetje mijn schoenen op leggen. Maar ik zal wel vast laten zien welke en wat ik allemaal meeneem. Oké, ik ga eventjes beginnen met alle bikinis te laten zien die ik ga meenemen. Het zijn er echt heel veel. En ik moet er ook nog een paar bij mijn vader ophalen, zoals ik net zei. Maar kijk. Dit gaat allemaal mee. Maar ik weet gewoon nu al dat iedereen van alles wil lenen. Omdat ik gewoon een bikini-tik heb. Dus ik neem gewoon lekker genoeg mee. Nou, deze had ik net al laten zien van Bayou. Kaartje kan er ook wel. Hoe ga ik dat meenemen? Misschien in een canvas tas ga ik dat doen. Ja, dat ga ik doen. Al mijn bikinis in deze canvas tas doen. Want dan kan ik ze gewoon bij elkaar houden. Dat is wel handig. Nou, dan heb ik die rode gooseberry bikini. Bruine gooseberry bikini, waar ik ook even het kaartje van ga halen. Blauwe Bayou bikini. Roze Bayou bikini, waar ik badpak die gele. Dan van Fiore neem ik eigenlijk alles mee, omdat ik daar ook gewoon lekker veel content wil maken. Ik wil eigenlijk ook met al die meiden een soort groepsfoto maken. Dat we allemaal dus iets van Fiore aan hebben. Lijkt me wel heel erg leuk. Dus ik neem ook deze mee. Dit modelletje. Ook heel erg chill om bruin in te worden. En dan neem ik ook de badpakken mee. En dan van alles gewoon blauw, groen en zwart. Maar zoals ik zei, ik moet er dus nog een paar ophalen. Blauwe badpak. Heel erg leuk. Mijn Chloe slippers zijn dus ook precies dezelfde blauwe kleur. Echt heel chill. Dan die ook in het blauw. Die. Even het kaartje eraf halen. Dan heb ik een bikinibroekje. Maar dat topje ligt nog bij Biba. Dus die neemt zij als het goed is mee. Ik moet er nog even een paar keer appen dat ze dat niet vergeet. Maar dat is dit broekje en dan een breed bandje van Bayou. Deze, maar dan in die bruine kleur. Die gaat ook in het oranje mee met het broekje erbij. Dat is deze. Die vind ik ook zo leuk. En daar heb ik dus ook een sarongetje van. Dus dat past helemaal leuk bij elkaar. Dan echt een van mijn lievelingsbikinis. Dat is deze. Met een soort kettingding. Hij is wel echt een beetje aan het verkleuren nu ondertussen. Maar het wordt ook wel de derde zomer of zo dat ik deze heb. Dan heb ik dit badpak van Bayou. Leuk kleurtje. Ik dacht ook leuk te combineren met een lange broek. Misschien moet ik nog even wat extra lange broeken erbij doen. Dan heb ik dit badpak van LA Sisters. Die is echt super hoog uitgesneden. Maar voor een foto is dit zo prachtig. En ik ben wel van plan om lekker wat fotootjes te maken daar. Dan heb ik deze bikini van Bayou. Maar Biba heeft ook weer dit topje ervan, dus die neemt zij ook mee als het goed is. En dan heb ik nog deze. Met dit broekje. Ook van Bayou. Dan heb ik nog een ander topje hier liggen. Deze. Die vind ik wel heel erg leuk, maar ik weet eigenlijk toch wel dat ik die niet als eerste keuze ga pakken. En ik heb hier nog een chocoladekleurige van Bayou. Maar eigenlijk weet ik bij deze ook wel dat ik hem misschien niet gelijk ga pakken. Maar ik heb dus dit rokje van Naked. Het gehaakte rokje. Het is wel echt bijna precies dezelfde kleur. Dus dat is op zich wel leuk om mee te combineren. Ah joh, ik neem het gewoon mee, die boeien. Die ene bikini maakt dan ook niet meer uit. Daar heb ik trouwens ook een sarong bij. Oeps. Oké, ik heb hier een hele tas vol met bikinis. Even een knoop in maken. Zo. Oké, dan gaan we door met de schoenen. Ik neem ook wel aardig wat schoentjes mee. Oh, wacht. Ik wil eerst even dit zien. Mijn toilettas met zonnebrand. Want dan kan die ernaast. Oké, er zit ook redelijk wat zonnebrand in. Maar goed. Weet je, met zonnebrand je kan nooit genoeg hebben. Iedereen maakt het op van elkaar. En boeit ook niet, maar dan kan je maar beter genoeg hebben. Ik heb 2 Haarlemmer bruin. Deze heb ik nog van Sakintos over. Dus ik dacht, die neem ik gewoon lekker mee. Dan heb ik een factortje 30 en nog eentje, maar deze is half vol. Dus ik dacht, ik neem er nog eentje mee voor zekerheid. En dan heb ik deze olie factor 30. Dagmar en ik doen ook samen met zonnebrand sowieso, dus ze hebben altijd iets hogere factor. Dus ik heb voor mezelf ook nog een olietje met 20. En dan heb ik nog 2 gezichtszonnebrandjes. Dus dat is qua zonnebrand wat er mee gaat. Maar goed, we zijn met 8 meiden, dus dat komt wel op en dat komt wel goed, denk ik. Hier aan de zijkant. Mooi. Ja, jullie zien het echt niet volgens mij.
Excusez-moi. Nou, dan heb ik 3 hoeden die ik meeneem. Of nou 4, maar die andere moet dus nog binnenkomen. 2 van Old Habits. Allereerst deze. Heel erg leuk. Die gaat sowieso mee. En deze, die heb ik laatst nieuw gekocht. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Ik heb nu een klemmetje maar, dus zit nu een beetje gek. En dan heb ik deze. Oh, hij is een beetje vies. Oh, gaat heel snel schoon. En dan heb ik deze net nieuw. Die vind ik ook echt leuk. Deze is dan weer zo'n stoffen hoed. Ja, met zo'n klemmetje op mijn hoofd lukt het niet helemaal. Maar deze vind ik ook echt heel erg leuk. Ik twijfel alleen een beetje. Ik denk dat ik deze in mijn handbagagetas ga doen. Want als ik het in mijn koffer ga doen, gaat het wel heel veel ruimte in beslag nemen. Dus daar moet ik nog eventjes naar kijken. Maar die andere ga ik opzetten, want dat is een ronde hoed. Dus die kan ik sowieso niet echt makkelijk meenemen. Oké, over naar de schoenen. Die ga ik dus in het andere grote vak leggen hier aan deze kant. Maar daar wil ik dus eigenlijk nog even die handdoek onder leggen. Maar goed, voor het idee ga ik het alvast eventjes voor neerleggen. Ik neem allereerst mijn blauwe Torallaarzen mee. Die wil ik echt heel erg graag mee hebben. Waarschijnlijk ga ik het 1 keer dragen, maar goed. Dan deze laarsjes van Isabel Marant gaan mee. Dan heb ik deze cowboylaarsen. Maar ik twijfel misschien dat ik deze wel aandoe in het vliegtuig of mijn Torallaarzen. Want dat scheelt gewoon weer ruimte in de koffer natuurlijk. Dus ik denk dat ik een van die 2 laarzen aandoe in het vliegtuig. Ik denk die Torallaarzen. Aangezien deze makkelijker kan opvouwen en deze iets goedkoper waren. Dus als die een beetje lelijk worden, vind ik het iets minder erg. Het doet iets minder pijn aan mijn hart. Dan neem ik uiteraard mijn Crocs mee. Die heerlijke dingen. Dus die gaan mee. Dan heb ik een paar hakjes. Omdat deze hakken zijn dezelfde kleur als mijn Balenciaga tas. Oh, die ligt hier ook klaar. En dat vond ik wel heel erg leuk met dat zwarte rokje en dat bandeau topje. Deze zijn van de Lovies. Dus die gaan mee. Alles denk ik gewoon een beetje in elkaar proppen en gooien proberen te doen. Dan heb ik 2 paar Chloe slippers. Ik heb ook nog een paar Havianus, maar die liggen bij Biba. Dus die neemt zij mee. Dat zijn deze. Die gaan sowieso mee. En dan nog mijn blauwe Chloe slippers. Die gaan ook mee. En dan heb ik nog een paar All-Stars. Maar die heb ik dus gewassen. Dus die staan eventjes op het balkon te drogen. Dus die komen er nog bij. En dat is het op zich wel qua schoenen, denk ik. Misschien nog 1 paar sneakers. Misschien met Dunks. Deze. Ja, ik moet gewoon eventjes kijken welke het meest onder outfits passen en zo. Maar ik denk toch wel dat ik het meest mijn alsers ga dragen. Maar goed. Oké, tassen. Zijn er ook aardig wat. Ik neem allereerst deze Rieten strandtas mee. Want deze vind ik gewoon echt super leuk oprecht voor foto's maken. Dan neem ik dit tasje van de Zara mee. Met allemaal leuke glittertjes. Mijn rode Magetas gaat mee. Mijn blauwe Jacquemus gaat mee. Deze moet eigenlijk echt hier zo. Dan neem ik deze mee. Misschien van Nuno. Maar misschien dat ik deze wel omdoe naar het vliegtuig toe, zeg maar. Omdat hier gewoon best wel veel in past. Dus, oh nee, ik doe mijn Balenciaga om naar het vliegtuig. Nee, deze gaat in de koffer erbij. Dan mijn witte Jacquemus. Dat is een witte tas, altijd goed. Ik ga dat hengsel erin gooien. En dan als laatste mijn zwarte Yves Saint Laurent. Want dat is ook gewoon altijd een toptasje. En zwart, ja, dat is gewoon goed. Ik heb nu gewoon lekker van iedere kleur heb ik 1 soort tas bij hem. Dus ja, moet goed komen, neem ik aan. Ik denk het wel. Ik doe echt letterlijk alsof ik echt niks meeneem. Alsof ik echt alles op de gok meeneem. Maar ik heb alles helemaal uitgestippeld in mijn hoofd wat met wat past. Dus ja, moet wel goed komen. Even kijken. Dan kan die wel hier. Of zal ik hier die dustbag omheen? Nou, voor nu laat ik het heel eventjes zo liggen. Misschien ook die dustbag er nog omheen doen. Oh ja, en dan neem ik mijn groene tas mee. Maar die gaat mee als handbagage, zeg maar. Met dit. Dus die. Dan heb ik nog 3 zonnebrillen die meegaan. Ik heb 2 nieuwe van Yves Saint Laurent. Deze. Heel gaaf. Hier lekker bij zo. Dan heb ik er nog eentje van Yves Saint Laurent. Dat is deze. Ook echt onwijs gaaf. En dan heb ik nog een lekker Ray-Bantje bij me.
En dat is deze vierkant. Die vind ik ook nog steeds echt heel erg leuk. Ik draag eigenlijk helemaal niet zo vaak zonnebrillen op vakantie. Maar ik vind het wel leuk om mee te nemen. Zo, dat past mooi in mijn krop. En dan heb ik hier nog als accessoires drie sjaaltjes van de Zara. Want ik vind het ook heel erg leuk om, als je een hoed op hebt, om dit er dus onder te dragen. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Dus ik heb deze, neem ik mee. Deze. En deze paarse. Heel erg leuk. Dus die prop ik hier ook bij. Dus dat was eigenlijk qua accessoires wel alles een beetje. Het enige wat ik nu nog moet inpakken is mijn make-up. En toiletspulletjes, steltang, dat soort dingen. Maar dat ga ik denk ik niet op camera doen. Want dat heb ik de komende dagen nog gewoon nodig. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke inpakvideo vonden. Ik had hem dus wat anders in mijn hoofd. Maar door die warmte ga ik dat gewoon echt niet doen. Dat lijkt wel gek als ik dat zou doen. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Voor mijn gevoel heb ik echt zo weinig kleding bij me. Maar ik heb zoveel kleding bij me eigenlijk. Dat is niet normaal. Het liefst ga ik er nog wat dingetjes bij gooien. Misschien dat ik dat ook wel gewoon ga doen. Als het nog qua gewicht kan en zo. Ga ik er gewoon wat dingen bij gooien. Ik kan maar beter te veel hebben dan te weinig. Denk ik dan maar. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Deze video komt op vrijdag online. En vanaf die week daarna komen de Ibiza vlogs. Ik ga proberen 3 Ibiza vlogs te maken. Ik heb er echt super veel zin in. Lekker met die meiden. Echt. Ah, kan niet wachten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de Ibiza vlogs. Doei!